Moet je eens kijken. Jeetje. Ja, en dit is allemaal geschreven door Carrie Slee, hè? Ongelooflijk, toch? Ja. Hey, wat weet je eigenlijk allemaal over Carrie? Nou, één ding weet ik zeker. En dat is dat Carrie Slee echt honderden boeken heeft geschreven. En wist jij trouwens dat bijna al haar 12-plus romans zijn verfilmd? Hier bijvoorbeeld, Afblijven. Wauw. Ik heb iets heel leuks. Wat dan? Nou, we kunnen nog veel meer te weten komen over Carrie. Hoe dan? We zijn bij haar thuis geweest. Wat leuk. Nou, laten we gaan kijken. Kapot gaat over Julia en Thijs. Een broer en een zus die samen in een band spelen. Ze hebben heel veel succes. Ze zitten in dezelfde vriendengroep en eigenlijk hebben ze een heerlijk leventje. Maar dan krijgen hun ouders hele erge ruzies. En in een wanhoop van de ouders zetten ze de kinderen tegen elkaar op. En dan gaat eigenlijk alles helemaal kapot. Ik had nooit gedacht dat ik weer zo'n plezier zou hebben in het schrijven van een 12-plus boek. Ik ben er zelf heel trots en tevreden mee. En ik denk dat iedereen kan lezen dat ik er met heel veel plezier aan heb gewerkt. Dicht om me heen heb ik gezien dat mensen uit elkaar gingen en wat dat deed voor de kinderen. Dat die echt de dupe waren. Dat ze er helemaal in meegesleurd werden in die ellende van die ouders. En ja, ik moet dan altijd iets met mijn gevoelens. Het raakt me dan emotioneel. En daardoor ben ik kapot gaan schrijven. Voor mij was het heel inspirerend om te schrijven. Omdat ik zelf ook ouders heb die gescheiden waren. Dus ik heb meegemaakt de verschrikkelijke ruzies thuis. Maar ook het kiezen. Mijn zusje die voor mijn vader koos en ik vond het weer zielig voor mijn moeder. En daardoor werden mijn zusje en ik ook uit elkaar gehaald. En tegen elkaar opgezet. Wat ik de lezers graag mee wil geven is dat alle kinderen die dit doormaken steun hebben aan dit verhaal. En ook de andere kinderen dat ze het beter begrijpen als het om hen heen gebeurt. Maar er staat zoveel in wat eigenlijk voor alle kinderen opgaat. Verliefd worden, in de steek gelaten worden door je beste vriendin, succes hebben met iets. Ja, het is gewoon een heerlijk verhaal. Heel spannend.